U ziet hier het toetsenbord met de code. Druk ik in. En dan gaat u een klik en dan kan de deur open. Als de deur vervolgens weer in slot valt, hoort u een klik en is de deur op slot en kan niet meer geopend worden. Directeur Guus Bannenberg heeft geen idee hoe de 85-jarige bewoner van Swinhoven in het trappenhuis is gekomen. Hij zou deze deur in theorie alleen open kunnen krijgen door het intoetsen van de juiste cijfercode. Zo moet worden voorkomen dat mensen van de gesloten afdeling weglopen. Toch wist de bejaarde man met zijn rolstoel bij de trap te komen. Daar tasten we eigenlijk voor in het duister. De deur is na de renovatie nu 11 jaar oud, het systeem. En dit is voor het eerst dat zo'n incident plaatsvindt. En we gaan natuurlijk heel goed uitzoeken wat de oorzaak van het gebeuren is. Familieleden van de dementerende bewoners van het verpleeghuis zeggen dat de deur al een tijd niet functioneerde en regelmatig open bleef staan. Die deur is al 2-3 maanden, die ging niet dicht, er was een briefje op, deur goed sluiten. Dus hij viel niet in het slot. Dat is in mijn ogen en bij meer mensen de oorzaak van het ongeluk. We weten dat de deur kort voor het incident nog gecheckt is. We hebben vrijdag een installatiebureau naar laten kijken. Die hebben geen afwijking aan het systeem gevonden. Maar ja, wij zoeken gewoon toch door met het onderzoek wat er aan de hand kan zijn. Het verplegend personeel van Swinhoven heeft inmiddels kunnen praten met een psycholoog over het ongeluk. Vanavond is er een informatieavond voor de familieleden waar zij met hun vragen terecht kunnen. Het zou ook mijn vader kunnen zijn die de deur open had gekregen doordat hij niet goed op slot zat.